Nou, we zijn weer thuis. Dus we hebben geslapen. En nu zitten we weer in Broesewatja in het kamp. Wat hier een hittegolf verwacht. Oftewel de komende 5 dagen wordt het boven de 30 graden. Vandaag 35 graden. Ik zie het tegenop. En ik denk, ja, moeten we zelf dan in beweging krijgen? Dat wordt nog een uitdaging. Die pubers die slapen natuurlijk nu nog. Het is nu bijna 11 uur. Hoe houden ze het vol op die zolder, joh? Oké, nou, de bedoeling is natuurlijk dat het kamp hier moet in orde gemaakt worden. Dus ik moet toch wel aan het werk. Ik hoop in die hitte nog wat energie te vinden. Die huisjes repareren, wat ideeën voor. Het café moet nog in orde, het douchegebouw. Nou, heel veel, oneindig veel werk. Er is eigenlijk niet ruimte voor alle nieuwe ideeën. Hier moet het in orde. Kom over en help ons. Er moet echt hier gewerkt worden. Nou, verder natuurlijk ook weer... Vind ik me op te winden over de coronaperikelen. Hè. Je hebt nu Vietnam, dus er zijn 80.000 mensen geëvacueerd volgens het nieuws. Ik denk, waarom zie ik geen afbeeldingen, weet ik veel, video's, iets. Hoe gaat het dan, 80.000 mensen evacueren? Omdat er 4 mensen geïnfecteerd zouden zijn met corona. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen. Zoals dus in Wageningen of zo zijn 2 mensen geïnfecteerd. En dan moet je 30.000 mensen evacueren en dan gaan mensen toch niet weg. Dat doe je toch niet? Dus nou ja, goed, daar kan ik wel over nadenken. Maak me daar weer druk om. Dus daar dreigt de ondervoeding voor 7 miljoen kinderen, zie ik in de NOS-feed. 7 miljoen kinderen in de NOS-corona-feed. En dus dat heeft te maken met hoe wij met het coronavirus omgaan. Dus dan laten we 7 miljoen kinderen verhongeren, omdat we zelf niet ziek willen worden of zo. Ik weet niet hoe dat in elkaar zit. Maar dat komt door de coronamaatregelen. Een van de side effects. Daaronder zie ik trouwens ook een in de feed, daar krijg je het nieuws van dat je als OV-abonnementhouder je geld terug kan vragen. Ja, dat staat dan op hetzelfde niveau van hoe belangrijk dat is of zo. Ja, nou, als al die abonnementhouders nou hun geld dan eventjes doneren of zo, misschien helpt het dan als een druppel op de gloeiende plaat. Maar vandaag moet ik dus mezelf aan het werk krijgen, zonder me te veel druk te maken op allerlei nieuwshypes. Ja, ik ben benieuwd wat het wordt door die hitte. Tot snel. Kleine aanvulling. Informatica, dat is mijn vak. Daar in dit kanaal zet ik dit video. Dus ik wil er toch wat meer linken aan het vak informatica geven. In mijn vlog ook. Oké, eventjes terug naar gisteren. Dan heb ik bijzondere vissen gezien. En wat ik nu mis, is dat ik als ik dit videootje ergens ingooi, dat ik dan direct te weten krijg wat voor soort vis dat is. Ik kan even mijn leerlingen dat even over nadenken. Hoe je zoiets zou kunnen ontwikkelen, zo'n app. Dat je een fotootje indient van een soort vis. En dan weet je direct wat voor vis het is. Oké, en de tweede was natuurlijk. Kroatië zit in een oranje gebied. Slaat nergens op. Want de coronabesmetting zit in Zagreb. En ergens is bij ons Split. Dus dan is het een soort overzichtsapp of zo. Van dat dingen automatisch op oranje gaan. Bij bepaalde aantallen besmettingen of zo. Dat lijkt me ook niet zo moeilijk om te maken eigenlijk. En dan ben je van de hele media-hype heb je dan niet meer nodig, want dan hebben mensen weten zelf al waar ze moeten zijn, of niet. Nou ja, goed. Dus dat zijn even wat informatica-ideeën. Ik heb er nog 100.000 en die ga ik niet allemaal noemen. Ja, dat is toch wel leuk te zien weer, dat er bijen komen drinken bij onze visvijver. En ik ben ook benieuwd dus of ik nog een bijenkast of een volk bijen heb. Hier achter op het veld. Er was vorige keer een volk aankomen vliegen. Dus kijken in het gras zoeken. En waarschijnlijk dus wel, want hier komen echt heel veel bijen die drinken. Dus ik ga op zoek naar een bijenvolk hier. Oké, ik sta nu bij het douchegebouw. En dat is misschien aas niet te zien vanwege het gras. Dus dat is de bedoeling dat dat nu natuurlijk op een gegeven moment daar weggehaald wordt. En dat we dan van binnenuit hier verder die douches weer in orde weten te maken. Het vele werk zit niet binnen. Dit is eigenlijk wel aardig in orde. Het is vooral buiten. En dan word ik vooral van schrik, als ik hier rechtsaf ga, is dit enorme bos aan assenpoester doornroosje hier woud. Ongekend, hè? Ik kom hier niet meer in. Het is allemaal bramen, wilde bramenstruiken. En die dus het hele douchegebouw gewoon blokkeren. En dit is dus gebeurd de afgelopen 2 maanden. En daarachter zie ik een bijenkast. En daar kan ik nu dan niet heen.
Dus ik kijk, wat is nu 35 graden? Het is al tegen de 30 nu. Ik weet niet of het verstandig is om hier nu te willen gaan maaien. Oké, de huisjes. 32 is het nou, graden. Dus hier in de open lucht, ja, daar kun je echt niet langer dan een half uur volhouden. Dus het dak was ik mee begonnen. Moeten nieuwe dakplaten op. Dus dan ook maar direct nieuwe isolatie. Voor die zon, dat het binnen beter is uithouden. Ik heb die latten expres te lang gelaten. Zodat ik die op maat kan afzagen als ik de platen heb. Die ik bij mijn buren ga kopen. Nu is het idee om die latten om het dak toch te laten doorlopen. Zodat ik een klein schuurtje naast kan bouwen. Waar we dan bijvoorbeeld twee fietsen in kunnen zetten. Of zo, of misschien zelfs een wasmachine. Zodat dit leuker wordt om echt te gaan huren als kampeerhuisje. Om te verhuren. Nou, het is niet op de rommel. Het is dus een enorme rommel binnen. Het is open gebleven, dus we hebben honden. Dus moeten we even leeghalen. Binnen zijn wel zijn die bedden dus, waarin geslapen wordt. Dat is verder nog redelijk binnen, behalve op die bedden na natuurlijk. De matrassen bedoel ik. Maar hier is wel meer mee te doen. He, sowieso, dit moet wel weer een verfje krijgen allemaal. Ook het plafond moet gerepareerd van al die huisjes. Daar hebben we laminaat ooit gebruikt, wat we over hadden. Maar daar is dus ook een reparatie toe. Ramen moeten er beter ingezet, anders waait die eruit. Hier staat een gasfornuisje, maar om het nog in te richten, we willen er een zitje maken. En dat het gezellig wordt. Nou, dat is dus zoals je ziet nog een hele uitdaging. En zo hebben we dus drie van die huisjes. Alle drie dezelfde uitdaging. En samen hebben ze 15 bedden. 15 slaapplaatsen. En dan heb je hier het pleintje, zeg maar. Waar dan ook nog een barbecue staat in de bosjes. Nou ja, dat is natuurlijk helemaal overhoekend. Maar aan de andere kant, dit hebben we toch al wel weer helemaal verder gemaaid. We doen wel wat met ons leven. Oké, alle lakens en kussens weggehaald. Nou, nog even opruimen. Een steunbalkje geplaatst. Hier hebben René en Manuel met de zeis het gras een beetje weggehaald. En de benzine maaien. Jo, het blijft nog wel een heulwijs. Hier moeten we nog even verder. Zo, ik heb net platen opgehaald bij Zoran, de buurman, die ga ik kopen. Kost niet veel. En die platen gaan dus op het dak. Dus ik ben aan het meten gegaan en ik heb 4 op een rij nodig en 2 naar beneden, dat zijn er dus 8. Aan één kant zie ik 2 is 16, keer 3 is 3 huisjes, namelijk is 48 platen nodig. Dan heb ik nog niet bedacht wat ik op de verlenging van het dak ga doen, waar een schuurtje komt als het goed is. Nou, dat is goed, dus diezelfde soort platen, gewoon 1 rij extra platen. Wordt vervolgd. Oké, dit is het project van Samira vandaag geweest en van Gwen. We hebben dus het water uit de visvijver gehaald, geschept. Schoon geboend, Samuel ook trouwens, heeft ook echt meegeholpen. Alle vissen eruit, schoon boenen, water terug. Er zit er relatief weinig water in, want er blijkt weinig water in onze waterput te zitten. Dat pompen we vanuit 22 meter diep naar boven.
En er kwam wel wat water uit, maar dat stopte. Dus het lijkt erop dat het waterniveau gewoon erg laag is in de grond. En daarmee ook in onze put. Oké dan, daar ben ik dan. Ik ben hier echt heen gegaan, even voor mijn vlog. Natuurlijk moet ik ook nog even inspringen. Ik heb vanochtend afgesproken met mijn Tieners thuis, dat we hier even heen zouden gaan. Maar helaas, die zitten niet in de mood. Waarschijnlijk te warm geweest. Ja, daarom even lekker hier in het water. Maar ik ben onderweg naar Kuilenwaarts. Om 9 uur gaan de winkels dicht, dus nu al 7:15. Dus ik moet er nu even snel induiken en dan ga ik door naar Kuilenwaarts. En dan weer terug naar huis. Mooi man. Zo, best wel snel. Hè? Voor 9 uur. Even naar Kuilenwaarts gereden vanaf de zwemplek. Ik was al klaar met zwemmen, weet ik veel, 8 uur. Nou, even kijken. En Lotte. En 12 zakken cement. En nog wat kleinigheden. En morgen kunnen we lekker beginnen. Nou, we moeten natuurlijk vroeger beginnen om die warmte te ontwijken. Wow, ik een hoop kamp heb. Zij die murmelend achter zijn mondkapje. Zo, goed geregeld. Terwijl ik de boodschappen doe, heeft Zoran even pizza besteld. Zo, kon zo aanschuiven. Biertje erbij. Helemaal perfect.